Het tweede archetype wat ik wil behandelen in de reeks van 12 is het weeskind. Het weeskind wordt ook wel eens het gewonde kind genoemd of het verwaarloosde kind. Het is het kind dat niet gezien wordt, niet gehoord wordt, wat buiten de groep valt. Met als resultaat dat het kind ontzettend zijn best gaat doen om erbij te horen, om anderen te pleasen. Het moet hard werken om erbij te horen. Als het geluk heeft, ontwikkelt het een enorme innerlijke kracht en vindt het uiteindelijk de erkenning en de liefde die het verdient. En in sommige gevallen wordt het zelfs een rolmodel voor anderen.